Een van de revelaties van dit seizoen bij FC Twente is Otman Bakal. Dat is ook Foppen de Haan niet ontgaan. Vandaar dat de 21-jarige bij PSV opgeleide middenvelder geselecteerd is voor Jong Oranje. Silva. Hengelaar ertussen. Zomer. Levert in bij Suarez. En die wordt opgevangen door Heubach. De vrije trap is er voor Groningen. Boske moet komen en heeft die bal in tweede instantie. Werd even gehinderd. Had anders de vrije trap gekregen. Twente met een snelle tegenaanval. Bakayoko vindt Seiler. Die is ook razendsnel. Bakal voorin. Seiler gaat zelf. En doet dat goed. Sergio Seiler wordt gehaakt en het is een strafschop. Hij wordt nu al gefeliciteerd. Zeiland, de vervanger van de geblesseerde Touma, met een uitstekende actie. De overtreding van Lovre en de bal op de stip. Blaise Koufo. En hij schiet hem door het midden. Roda ging aan de hoek. Koufo door het midden. Zijn 8e goal van dit seizoen. Zijn 50e goal in de Eredivisie. Een jubileumtreffer en Twente op 1-0. Niet eens overtuigend binnengeschoten, maar daar zullen ze in Twente niet om halen, want de 1-0 is er. Joeri Cornelissen. Goed gelopen door Lovre. De voorzet is uitstekend. Nefland kan hij afleggen, dat kan hij. Levchenko en die inzet wordt geblokt door Brama. De tegenstoot van Twente en die zijn gevaarlijk. Zo bewees uiteindelijk de penalty. Maar Groningen opnieuw met Nefland. Cornelissen kan uithalen. Het schot gaat ruim langs de kruising. Voor het eerst, en we zijn bijna halverwege de eerste helft, dat Groningen even aanzet. Cornelissen, Nefland, misverstand met Lovre. Cornelissen het meest attent. En dan de voordeelregel goed toegepast door Vink, want dit is Luis Suarez, de voorzitter naar de gelijkmaker. Lovre is de man die Groningen op 1-1 zet. En zo maakt hij de fout van eerder deze wedstrijd goed. Hij veroorzaakte de penalty. Nu tekent hij de 1-1 aan. Zijn eerste goal van het seizoen. En een belangrijke. Boske kansloos. 1-1. Groningen met Suarez. Cornelissen duikt daar weer de ruimte in. Engelaar heeft het goed doorzien. Maar moet wel de hoekschop toestaan. De hoekschop van Joeri Cornelissen. Weer strak getrapt. Niet onverstandig met die harde wind. Sanko. En Suarez. Suarez. Oh! Knap hoe hij aan die bal komt. In het duel met Wiltshire. Maar hij tilt hem over. Heubach. Koufo. Wiltshire. Bakayoko op rechts. Wiltshire kiest voor Koufo. Die maakt ze goed breed. Geeft de bal uitstekend terug. En Wiltshire. De redding van Roda. Prachtige aanval met een hoofdrol voor de rechtsback van Twente, Luke Wiltshire, de Australiër. Maar Roda uiteindelijk met de redding. Wiltshire, Bakayoko, Wiltshire. Dat loopt goed aan die rechterkant. Paas richting Engelaar, prachtige aanname. En dan wordt hij onderuit gehaald, Orlando Engelaar. En is er de vrije trap in de extra tijd van de eerste helft voor FC Twente. Engelaar met de vrije trap. En de redding van Roda. En dan gaat er alsnog in. Bakayoko. Het wordt 2-1. Hetzelfde scenario als voor de beker tegen NEC afgelopen woensdag. Toen in de extra tijd van de eerste helft de 2-1. Nu opnieuw. Roda keert die bal met een geweldige reflex. Maar dan in tweede instantie is het alsnog raak. En zo leidt Twente met 2-1. Bakayoko verdedigt uitstekend mee. Wilaert, Wiltshire, Bakayoko. Door het midden gaat Bakal. Nu dreigt buitenspel. Dat is het niet voor Koufo. Blaise Koufo. De voorzet richting Bakayoko. Oh, wat een goede goal. Het wordt 3-1 voor FC Twente. Met de eerste aanval van het team van Fred Rutte in de tweede helft. Opnieuw Kennedy Bakayoko. Na aangeven van Koufo. En zo staat het 3-1.
dat Koevo de achterlijn haalde, zoveel is duidelijk. Kijk maar eens naar zijn hoofd. En Bakayoglu bedankt de spits van Twente voor de voorzet op maat. Wiltshire, Zeiler. Balverlies tegen Van der Linden. Jurri Cornelissen. En Zeiler herovert de bal op Jurri Cornelissen. Prima actie. Sergio Zeiler gaat alleen. Nou, vindt Koevo. Wordt het 4-1? Nee, hij schiet net voorlangs. Het geeft aan dat Sergio Zeiler ook uit het goede hout gesneden is. Herstelt het balverlies en geeft Koevo een enorme kans. Maar die krijgt hem er niet in. Florijn. Direct weer druk gezet door Twente. Waardoor Groningen opnieuw niet aan opbouwen toekomt. Sterker nog, Florijn levert in bij Zeiler. Nou, dit moet het toch zijn. Koevo 4-1. De beslissing is daar. 20 minuten per tijd. En de blijdschap bij Rutte en Eikelkamp is er. Het is terecht. Want Twente is heer en meester. Het doet in de tweede helft met Groningen wat het wil. En Sergio Zeiler, ja, er wordt al aangegeven. Geef die jongen een publiekswissel. Want hij is samen met Bakayoglu een van de uitblinkers vandaag. Koevo met 4-1, zijn tweede goal van de middag. Wiltshire. Koevo, makkelijk 1-2. Nou, terugleggen en dan... Is het Koevo met zijn derde? Nee, er zit nog een been tussen. Engelaar, Bakayoglu. Weet hij het gaatje te vinden? Ja, dat wel. Maar Roda houdt Groningen in ieder geval in deze fase op de been. Jumping Enschede hier op de tribunes. Daar komt Twente weer. De ruimte is er. Bakayoglu. Zeiler gaat de diepte in. Er moet een paas komen aan de rechterkant. Twee man vrij, waaronder Wiltshire. Bakayoglu richting Wiltshire. Wordt het 5-1? Ja hoor. Luke Wiltshire, de Australiër, scoort zijn eerste goal. En is daar ongelooflijk blij mee. De verdediging is compleet voor FC Groningen. Dat volledig weggespeeld wordt in de tweede helft door FC Twente. En dat zegt heel wat. Luke Wiltshire maakt de vijfde voor FC Twente. Gerk, Zeiler. Ja, wat is dat een heerlijke voetballer. Sergio Zeiler doet het helemaal zelf. Nou, hij scoort ook. Ja, als één doelpunt hier vandaag verdiend is, is het voor deze man. Sergio Zeiler in zijn eentje maakt hij de zesde. De ontluistering voor Groningen is compleet. Maar wat een geweldige actie en wat een geweldige wedstrijd voor die kwikzilverachtige, razendsnelle vervanger van Touma, Sergio Zeiler. Zeiler. Buitenom komt Wiltshire. Zeiler, Zeiler. Wiltshire. Wordt het ook nog 7-1. Bakal. Roda voorkomt dat en de tweede goal voor Zeiler. 7-1. Wat is er een hemelsnaam aan de hand bij FC Groningen, waar de koppies al een minuut of 20 naar beneden hangen. En waar Twente als een vlijmscherp mes iedere keer doorheen snijdt. Een afslachting van Groningen vandaag. De tweede treffer van Sergio Zeiler. En u hoort het goed, 7-1 voor de thuisploeg.